Ik wou in de eerste plaats dus iets doen met gips. Ik wou gips gebruiken als een eindmateriaal. En niet als gewoon een malmateriaal. Gips wordt eigenlijk beschouwd in de wereld van de keramiek als inferieur materiaal. Als een materiaal voor een mallen te maken. En toen is het eigenlijk heel spontaan gegaan. Ik zag een ballon liggen in mijn atelier. En ik heb die gips in die ballon gegoten. En laten hard worden. Ballon eraf gesneden. En dan heb je dus gewoon een gipsen druppel. Je kunt er niet veel mee doen. Maar die buitenvorm die was wel heel schoon en perfect glad. Ik dacht van, tja, als ik daar nu een tweede ballon instop en ik blaas die een tweede ballon op, dan heb ik dus een binnenmal en een buitenmal. En op een bepaald moment zag ik van die voedingspigmenten liggen die ik voor een vorig project nog had gebruikt. En toen dacht ik van, ja goed, die gips die kan even goede kleur krijgen. Dus die schalen die komen eruit en die zijn in de massa gekleurd. En door het droogproces komt die kleur altijd op een andere manier heel gelaagd naar buiten. En ja, dat was een fantastisch toevallig resultaat, zeg maar. En zo ben je naartoe gekomen. Proces waarbij dat je simpele parameters vastlegt. Hè. Je hebt twee ballonnen en je hebt gips. En toch ja, is het resultaat altijd anders. Want als je meer gips erin giet of minder, of meer voedingspigmenten of minder, of meer lucht erin blaast, het resultaat gaat altijd anders zijn als je een ballon scheef legt, of je zet hem recht, of je zet hem op een helling. Of je hangt hem in de lucht hè, om een bolle bodem te creëren. Dus je hebt altijd eigenlijk een ander resultaat. En dat vind ik eigenlijk het mooiste aan het project. Dan had ik gipsen schalen die eigenlijk heel ja, poreus en breekbaar zijn. Waar ik eigenlijk nog niet echt veel mee kon doen. Dus ik ben dan begonnen met die randjes af te breken, hè, als ze één keer droog waren. En dan ben ik die gaan coaten met allemaal verschillende soorten coatings, met harsen, met vernis, met alle soorten coatings. En dan heb ik nu een coating gevonden die er goed bij past, dus die de kommen volledig waterdicht maakt en bruikbaar maakt, zeg maar. En die mooie verstevigende laag ook legt, die gips, wat dat toch blijft een breekbaarder materiaal als keramiek of wat dan ook, dat je gips dus perfect bruikbaar maakt als kom. Design kan meer zijn dan gewoon iets bedenken achter een bureau, tekenen, naar bedrijf sturen en klaar. Design mag echt wel over processen gaan, mag over verhalen gaan.